Beste kijkers, vandaag gaan we kijken naar een filmpje waarin ik vertel hoeveel je eigenlijk nodig hebt aan eten, zodat je niet te veel en niet te weinig binnenkrijgt. We hebben natuurlijk al gezien dat je de soorten voedingsstoffen in de juiste verhouding binnen moet krijgen. Dus niet veel te veel vet of veel te veel suikers. Daar moet een goede balans in zitten, maar ook de hoeveelheid is natuurlijk heel belangrijk. Energie is het belangrijkste als het gaat om de hoeveelheid eten, want we hebben energie nodig uit ons voedsel. En er is een eenheid voor, de kilojoule. Dat is de standaard eenheid die gebruikt wordt, maar je ziet soms ook wel de eenheid kilocalorie op producten vermeld. Dat is eigenlijk een dergelijke eenheid en je kan ze één op één in elkaar omrekenen. Hoeveel energie je nou eigenlijk per dag nodig hebt en die je dus uit je voedsel moet halen, is afhankelijk van een vijftal belangrijke componenten van je lichaam. Het geslacht, man of vrouw, de leeftijd, de lichaamsgrootte, de inspanning of niet en ook de omgevingstemperatuur is van belang. En daarnaast zijn er natuurlijk nog een heleboel andere factoren te noemen die wel invloed hebben, maar die zijn minder belangrijk dan deze vijf. Ten eerste het geslacht. Mannen zijn het zwakke geslacht op spierkracht na, maar het voor elkaar in stand houden van die spiermassa zorgt ervoor dat mannen iets minder efficiënt met hun energie omgaan. En daarom dat een man van een bepaald gewicht en dezelfde leeftijd iets meer zou moeten eten dan een vrouw van dezelfde leeftijd, hetzelfde gewicht enzovoorts. Gewoon omdat man en vrouw anders met hun energiehuishouding omgaan. Lichaamsgrootte is natuurlijk ook belangrijk, of je nou de langste man bent ter wereld, de kortste man of iets daartussenin, hoe groot jouw lichaam is, hoeveel kilo, massa, botten, spieren, vetweefsel en dergelijke je hebt. Dat maakt natuurlijk ook uit, want al die cellen waar je lichaam uit bestaat moeten in leven blijven. Dus hoe meer jij hebt, hoe meer eten je nodig zal hebben. En als je er heel weinig hebt, dan zal je met heel weinig eten ook toe kunnen. De leeftijd is natuurlijk ook van belang. Als je jong bent en nog groeit, dan zal je los van hoe actief je misschien bent, gewoon vanwege dat groeien en dat jong zijn meer energie nodig hebben dan mensen die al op leeftijd zijn en daarom minder celdelingen hebben en dus minder energie daarvoor nodig hebben in hun voedsel. Inspanning of niet is natuurlijk een hele belangrijke als het gaat om hoeveelheden voedsel die je nodig hebt. Want als dit je activiteit is gedurende de dag, heb je daar natuurlijk wat energie voor nodig, omdat we gezien hebben dat ademhaling en hartslag altijd wat energie kost. Maar veel meer is het niet. Terwijl als je een heel inspannend beroep aan het doen bent of aan het sporten bent, dan zal je aanzienlijk meer energie nodig hebben bij die hoeveelheid inspanning. Dus dit is een hele belangrijke component die bepaalt hoeveel eten je nodig hebt. Dan nog de omgevingstemperatuur. Wij mensen zijn warmbloedige dieren en dat betekent dat als het warm is, dat je niet zoveel energie zelf hoeft te verstoken om het in je lichaam warm te krijgen. In deze situatie waarbij het meer dan 25 graden buiten is, is het warm houden van je lichaam peanuts en kost je weinig energie. Maar ga je buiten wandelen waar de sneeuw ligt en waarbij je flink afkoelt, dan zal je misschien wel een lekkere warme jas aantrekken. Maar dan zal je nog steeds bijvoorbeeld via je handen en je gezicht toch een hoop warmte verliezen en die moet je compenseren door bij te stoken. Dus in de kou zitten kost je gewoon extra energie. Dat wordt tegenwoordig ook soms aangeraden aan mensen met overgewicht. Zorg dat je niet te veel verwarming gebruikt, want als het kouder is, dan verbrand je wat extra. Energie krijg je natuurlijk binnen via de gewone reguliere maaltijden die je gebruikt. En daarnaast door tussendoortjes. Die tussendoortjes die kunnen heel gezond zijn, zoals fruit of veel minder, zoals snoep en chips, koekjes en dergelijke. En als je heel veel eet of heel veel tussendoortjes eet, kan het betekenen dat je te veel energie binnenkrijgt. En als je te veel energie binnenkrijgt, dan wordt dat niet allemaal benut als brandstof. Het gaat opgeslagen worden als reservestof. En je snapt wat er gebeurt. Een klein beetje energie kan opgeslagen worden als koolhydraten in de lever en de spieren. En de rest wordt als vet opgeslagen op heel veel verschillende plaatsen in je lichaam. Te beginnen in je lichaam, echt tussen de organen. En daarnaast als een vetlaagje onder de huid.
Anderzijds, als je te weinig energie hier binnenkrijgt op een bepaald moment, dan zullen die reservestoffen die in je lichaam zitten aangesproken worden als brandstoffen. Te beginnen met die koolhydraatvoorraad, omdat dat het makkelijkst is. Daarna met die vetvoorraad. En op die manier kunnen mensen eigenlijk over het algemeen best wel vrij lang zonder eten, omdat er bij iedereen eigenlijk wel een bepaalde reservevoorraad is. Om te bepalen of jouw gewicht gezond is, zijn er dingen als de BMI en de ketoletindex, waarin je als je je lichaamsgewicht afzet tegen je lengte, een aantal getallen eruit kunnen komen die bepalen of jij misschien te dik bent of te dun bent. Je moet deze getallen altijd met een klein beetje nuance nemen. Niet iedereen is gelijk. We hebben al een aantal factoren gezien die ook een rol spelen. In de groei zijn zelf heeft ook een invloed op de interpretatie van deze getallen. Maar voor zeker volwassenen is het interessant om ernaar te kijken. Want als je te mager bent, dan heb je te weinig energie. Je wordt futloos, lusteloos. Je kan misschien flauw vallen als je echt te weinig energie in je lichaam hebt. En ben je te dik, dan ga je jezelf weer overbelasten. Je spieren, je knieën, je hart, heel veel organen raken daarvan aardig van slag. En de kans op ziekte is ook groter als je te dik bent. Dus ook daar kan je die index voor gebruiken om te bepalen hoe ernstig dat overgewicht is. Dit waren dus de 5 basiscomponenten van die bepalen hoeveel eten je nodig hebt. En eventjes een klein indruk over hoe je die energie binnenkrijgt. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt en tot het volgende filmpje.